sleepwet. Geheime diensten, zoals de AIVD, mogen vanaf 1 januari 2018 iedereen afluisteren. Ook als er geen aanleiding is. Ik denk dat het wel een heel belangrijk moment is nu om in elk geval te snappen wat een overheid probeert te doen met zo'n sleepwet.nl. Maar ook om je daarover uit te spreken. Want wanneer eenmaal een bevoegdheid is gecreëerd, je ziet dat aan de NSA in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, dan kan dat zomaar ook voor iets anders gebruikt worden. Een paar jaar geleden zagen we de Arabische Lente. Het werd door sommige mensen ook wel de Twitter-revolutie genoemd. Perhaps Twitter's greatest power is in its ability to organize and unite people for a common cause. This was demonstrated in 2011 when Egyptians took to the streets to rally against their long-running president Hosni Mubarak. Wat ik interessant vind, is dat niet alleen de activisten de mogelijkheden van het internet konden gebruiken, maar ook de overheden. Om soms voordat een demonstratie plaatsvond, deze al tegen te houden door mensen op te pakken. Want zij zien, waar ze vroeger centrale autoriteit waren, zien ze nu dat die macht langzaam uit handen wordt gegeven. Omdat mensen één op één dingen gaan regelen. En daar schrikken overheden van. Dus ze proberen macht op het internet naar zich toe te trekken. Door bijvoorbeeld surveillance toe te gaan passen op servers. Dus we moeten ons er echt bewust van zijn dat wanneer zo'n bevoegdheid, de sleepwet, ook in Nederland, eenmaal gecreëerd is, dat het eigenlijk niet meer weggaat.